Yo mensen, welkom in een nieuwe video. En in deze video spelen we Minecraft Survival. Jawel hoor, zoals jullie zien zit ik hier in mijn automatische skelet farm. Er komt iemand op de Wall of Fame, dus hij wil ook doen. Echt erg. Deze railway is helemaal niet lang en ik wil een railway maken naar de village van de vorige aflevering. Dus ja, dat wordt wel rot. Oké, dus we zetten iemand op de... Laten we eerst slapen. Hey, gaat ie man? Oh, en die heeft zijn chestplate gedropt. Maar oké, wie ga ik vandaag op de Wall of Fame zetten? Maar voordat ik iemand op de Wall of Fame ga zetten, ga ik nog eens eerst nog een shout-out doen naar CobraNL. Omdat die was op het einde van de aflevering en heb je er niet zoveel aan, denk ik. Dus daarom, ja, laat ik het kanaal van CobraNL nog eens. Ga ik er nog iemand anders bij zetten. Ja, het probleem is wel, als ik er iemand anders bij zet, moet ik wel alle namen opnieuw schrijven. Maar ja, dat is niet zo erg. En de derde persoon is meneer Bellewaarde Craft. En het geraakt er net op. Nice. Hij reageert niet zoveel op mijn video's, maar hij had toch echt een heel toffe comment achtergelaten op mijn vorige video. En daarom dacht ik gewoon, you know, weet je wat, we gaan gewoon Bellewaarde Craft op de Wall of Fame zetten. Maar wat was ik dus in deze video van plan? Goeie vraag. Nog de oude torch van de oude basis die je nog altijd hieronder... Ja, maar ik kan niet uit mijn woorden komen. Hier ergens onder ligt. Die ligt denk ik ongeveer onder de Wall of Fame, denk ik. Ah, dat is wel cool. Dat de oude basis onder de Wall of Fame is. Ik heb ook trouwens Star Wars The Force Awakens op Blu-ray DVD. En ik heb de Blu-ray DVD bonus en de steelcase. En ik heb een nieuwe vriendin. In de vorige video zei... Op de vorige video reageerde Bellewaarde Craft dat ik al echt wel een redelijk grote basis heb. En ik moet zeggen, elke heeft echt gelijk. Elke heeft echt wel een redelijk grote basis. Ik bedoel, niet elke beginnende YouTuber raakt zo ver met zijn Minecraft basis. Ik ga ook even deze potatoes harvesten. Oké, wat zouden we dan kunnen doen in deze aflevering? Well, good question, my friend. En ik ben al 10 minuten bezig en ik heb hier al helemaal niks gedaan. Dus echt... What the fuck? Wat zou ik doen? Er valt nog zoveel te doen in mijn wereldje. Weet je wat ik ook ga doen? Ik ga denk ik gewoon YOLO-modus aanzetten. En wat is YOLO-modus nu? Ik heb eigenlijk niet echt zin om dingen te bouwen in mijn Minecraft wereldje at the moment. Ik ga de... Hoe noemt het? Godverdomme. De Stronghold voor naar de Enderdrank te gaan. Dus ja, dat hè. Toen ik besloot om naar de Enderdrank te gaan, was ik volop 5 minuten... hard aan het voorbereiden. Dat eigenlijk helemaal niet boeit. Ik heb Iron en Shandos Armor. En dat boeit ook niemand. En laten we gewoon gaan. Let's go. Dus dan ga ik er vandoor. Dus ja, dag piggies. Ik ga wel op de berg staan. Ik ga eens mijn waterlift gebruiken. Voor de eerste keer in 10 jaar. Ik ga dus hier op de berg staan. Oh, help mij. En we gaan gewoon op zoek naar de Enderwagon. Ja, let's go. Ik denk dat ik er gewoon klaar voor ben. Niet ontploffen. Dank u. Oké, en nu moeten we nog verder. Niet ontploffen, alsjeblieft. Ah, misschien moet ik wel een torch voorzetten. Dat is misschien wel handig. Ja. Misschien kan ik ondertussen een verhaal vertellen. Maar ja, ik zou niet weten over wat. Want ik heb geen interessant leven of zo. En als ze eten tekort hebben, kunnen we altijd wel onderweg wel nog wat dieren killen. Oké, deze enderpearl gaat echt al heel lang mee. Of Eye of Ender, jongen. Ik zie dat zelden. Fucking bunnies. Ja? Nou, ik moet zo vertrekken, maar het is een beetje een kortere video, maakt niet uit. De volgende keer gaan we gewoon verder op zoek. Dus vond je deze video leuk, was het een blauw duimpje, abonneer, ik zie je de volgende keer. En de volgende keer gewoon meer, ciao.